Dit zijn Annie en Jozef Albers. Echtpaar, maar ook twee kunstenaars. Beiden zijn ze heel belangrijk geweest voor het ontstaan van het modernisme. Maar gek genoeg hebben ze nooit echt samengewerkt. Behalve bij het maken van hun kerstkaarten. In Avotros nu te zien verlaat een museumdirecteur zijn of haar eigen museum om een bijzondere tentoonstelling te bezoeken. Vandaag is Paolo Martina, directeur van de Musea Zutphen in Kunstmuseum Den Haag bij de tentoonstelling Annie en Jozef Albers. Nu te zien. Ik ben al jaren een heel groot fan van Jozef Albers. Met name zijn meditatieve kleurgebruik, wat je ook prachtig ziet in dit werk, een van zijn grootste werken. En kleuren en kleuronderzoek, daar was Jozef Albers dag en nacht mee bezig. Hij zegt ook dat kleuren zich gedragen als mensen, dus dat je je ook anders gedraagt als de andere mensen om je heen zich bevinden. Ze gedragen zich dus ook als monochroom, anders dan in combinatie met kleuren eromheen. Die fascinatie voor kleur heeft hij ook al in de jaren 20 als Jozef gaat studeren aan het Bauhaus. Een revolutionaire kunstopleiding in Weimar, die vooral zich richt op de samensmelting tussen ambacht en kunst. En ze werken met hele onconventionele materialen als staal en hout, maar dus ook glas. Jozef die wil graag met glas werken. Uiteindelijk zijn ze zo enthousiast dat hij een eigen glasafdeling mag beginnen. Dus de student wordt docent. In 1922 ontmoet hij Annie, die ook aan het Bauhaus studeert. En dit is een werk van Annie. Annie wilde juist heel graag schilderen. Alleen het Bauhaus was dan wel baanbrekend, maar uiteindelijk mochten de dames alleen maar zich aanmelden bij de textielafdeling. Annie zei daar later over van ja, ik vond textiel eigenlijk iets voor doetjes. Ze wilde one of the boys zijn, lekker bij die schilderafdeling. Maar uiteindelijk legde ze zich daarbij neer, want ze wilde heel graag het Bauhaus doen. En omarmt ze dat textiel. Ze probeert eigenlijk die beeldtaal die ontwikkeld wordt bij die schilderkunst, probeert ze te implementeren in die weefvormen. In 1933 komt Hitler aan de macht en het Bauhaus moet sluiten. Vandaar dat Jozef en Annie ook besluiten om naar Amerika te vertrekken, waar ze les mogen geven aan de Black Mountain College University. Een hele vrije universiteit, dus de basis van de Bauhaus konden ze toepassen in een veel vrijere omgeving. In deze periode maken ze veel reizen naar Mexico en Zuid-Amerika. En met name Mexico heeft heel veel invloed op hun werk. Jozef is vooral gefascineerd door de kleuren van Mexico. Hij laat de architectuur weg, maar wat overblijft is een abstract landschap, een abstracte compositie, waarbij hij de kleuren direct uit de tube drukt op het doek en uitsmeert met een paletmes, zoals je een boterham smeert. En zo ervaar je eigenlijk die communicatie tussen die kleuren onderling veel sterker. Eind jaren 50, begin jaren 60 maakt Jozef de eerste grote, omvangrijke serie gebaseerd op de Mexicaanse lemenhuizenarchitectuur, de zogenaamde adobes. En die basiscompositie die gebruikt hij om te experimenteren met kleur. En je weet eigenlijk niet welke kleur meer domineert. De kleurrijke Mexicaanse architectuur van deze serie die vormt de basis voor zijn meest beroemde levenswerk, Homage to the Square, waarin hij onderzoek doet naar de perfecte kleurencombinatie. Dit is een van de vele vierkanten die Jozef schildert. En hij doet het op de manier zoals zijn vader, die huisschilder was, deuren schilderde. Dus van binnen naar buiten. Dan voorkom je 1. Uitlopers en 2, je houdt je mouwen mooi schoon. Meer dan 25 jaar werkt hij in dit soort vierkanten en hij produceert er meer dan 2000. En dit is een van zijn topwerken.
Annie is in die tijd bezig met een heel nieuw materiaal. Het goud werkt als een soort canvas. Ze schildert hier als het ware met naald en draad. Een lyrisch patroon over een geometrisch patroon. Het weven, dat is fysiek heel zwaar werk. En Annie wordt natuurlijk ook een dagje ouder. Ze gaat zich weer toeleggen op haar oude liefde, het tekenen en het schilderen. En zo is de cirkel weer rond. Dit is Jozefs laatste schilderij. Hij was toen al bijna 88 jaar. En hij wilde per se die combinatie gebruiken tussen dat kobaltgroene, wat je hier ziet, en dat blauwe aan het middenvlak. Hij drong er bij de verffabrikant op aan dat ze nog op zoek gingen naar die groene kleur, want die was al lang uit de markt genomen. Uiteindelijk hebben ze 5 tubes kunnen vinden en heeft hij nog zijn allerlaatste schilderij kunnen afmaken. Voor mij was het een bijzondere kennismaking met het werk van Annie. Maar voor mij blijft het werk van Jozef toch altijd nog favoriet. Beiden waren ze erg belangrijk in hun experiment. Annie in het schilderen met naald en draad en Jozef met zijn kleurentheorie. Annie en Jozef Albers in Kunstmuseum Den Haag.